Goedemiddag allemaal. Welkom bij deze eerste webinar van een reeks van deze week vijf verschillende webinars. En er zijn al veel mensen aanwezig. Ik zie al 60 attendees en ik zie ook al mensen reageren. Dat is fijn. Dus dan weten we in ieder geval dat we hoorbaar zijn. Maarten, kan jij wat zeggen? Goedemorgen allemaal. Welkom bij dit webinar. Heel goed. En is het ook allemaal goed te zien? Zijn Maarten en ik goed te zien? En is het scherm goed te zien, de PowerPoint-presentatie? Ik hoor jullie goed, wordt er gezegd, dat is fijn. Ja, oké, mooi, perfect. Ja, het is een klein beetje een andere opzet van onze webinar dan normaal. Normaal geven wij webinars vanuit het kantoor van Microsoft met heel veel mooie technologieën. Maar door de recente ontwikkelingen zitten wij op afstand van elkaar. Dus ik zit in mijn eigen kleine kantoortje en Maarten zit in zijn eigen thuisstudio, zoals je ziet, met een greenscreen achter zich en een grote tv-scherm. Ja. Dus het is even de eerste keer dat we het zo doen. Dus het is ook een beetje een test voor ons of dit werkt. En de hele week door komen er verschillende webinars over verschillende onderwerpen. Maar daarover meer. Vandaag gaan we het hebben over Team Emergency Deployment. Over het snel gecontroleerd live krijgen van Teams. Ook wel de Teams snelkookplan genoemd. We gaan het daar zo meteen uitgebreid over hebben samen met Maarten. Maar eerst even een paar zaken vooraf, want niet iedereen kent ons misschien. Ik zal eerst mezelf heel kort voorstellen. Daarna vraag ik Maarten zichzelf even kort voor te stellen. Ik ben Freek Terpstra, business consultant bij Rapid Circle. En ik geef daar veel webinars, veel inspiratiesessies. En ik kijk bij veel organisaties naar hoe zij zo snel mogelijk en zo gecontroleerd mogelijk en goed naar de cloud kunnen gaan. Maarten, kan jij jezelf kort voorstellen? Mijn naam is Maarten Visser. Ik ben business consultant bij Rapid Circle. En ik focus me voornamelijk op samenwerkingsoplossingen en automatisering van processen. Microsoft Teams afgelopen 3 jaar gedaan en daarvoor veel lang ervaring met SharePoint en samenwerkingsoplossingen bouwen. Ja, oké, mooi, dankjewel. Even heel kort over Rapid Circle, want ik wil eigenlijk zo snel mogelijk de inhoud ingaan. Maar voor de mensen die kijken en Rapid Circle nog niet kennen, we zijn een Microsoft partner die volledig op de cloud gebaseerd zijn, gericht zijn. Dus we helpen organisaties met het migreren en gebruik maken van de Microsoft Cloud. We zijn daarvoor genomineerd door Microsoft voor de Worldwide Microsoft Partner of the Year. We zijn ook op 6 gebieden Microsoft Gold Partner. We zitten in het Microsoft Fast Track netwerk, dus we kunnen heel veel werkzaamheden vanuit het Microsoft Fast Track doen. Elke organisatie die Office 365 implementeert, die krijgt daar recht op. En we zijn een snel groeiend bedrijf en daardoor zijn we 2 jaar op rij uitgeroepen door FD Gazelle in 2018 en 2019. Nou, wat wij dan doen als organisatie, wij onboarden de Microsoft Cloud. Dus we zorgen ervoor dat organisaties gebruik kunnen gaan maken van de Microsoft Cloud. Wij beheren en optimaliseren deze cloud. We zorgen ervoor dat organisaties kunnen processen optimaliseren en kunnen verbeteren. En wij helpen organisaties met echt het adopteren en het change management van de cloud. Dus hoe zorg je ervoor dat je echt goed kan gebruik kan maken van de cloud. En dat mensen echt werken zoals het bedoeld is. Ik zie een vraag. Ben je al van start? Ik krijg een melding dat er een issue met Connecting Demio streaming. Ja, er lijken een paar mensen te zijn die problemen hebben met hun internetverbinding. Maar oh, ik heb het idee dat het bij de meeste mensen goed gaat. Ja, ik ook niet. Ik heb geen geluid. Ik ook niet. Hier gaat wel alles goed. Ga maar gewoon door. Het gaat goed. En okay. Ik denk dat het de lokale issues zijn. Ja. Ik zeg wel even op. Ik had net iemand, we zitten met een grote go-live bij een van onze grote klanten. En daar moest iemand nog een hele belangrijke handeling verrichten voor het go-live moment. En daar wordt op dit moment in de straat, gaat de stroom er bijna af. Oh. Dus die zit van, mag ik het nu alvast doen? Want ik heb zo geen stroom meer. Het is een bijzondere tijd. Het zijn hele rare tijden. En dat merken wij ook. We worden door heel veel organisaties de afgelopen weken gebeld. Of de afgelopen week gebeld. Met de vragen, help ons om thuiswerken mogelijk te maken. En de vragen zijn heel breed. Dat is van heel snel teams implementeren. Voor organisaties die daar nog niks mee doen. Tot het helpen met het adopteren van teams. Voor organisaties die daar wel wat mee doen. Maar ook kijken naar Windows Virtual Desktop of Intune. Om het thuiswerken heel erg praktisch gezien mogelijk te maken. Dus rondom deze thema's zullen we de komende weken ook veel
webinars gaan plannen. Sowieso deze week al 5 en voor volgende week ook weer 5. Nog even om mijn introductie af te maken van wat Rapid Circle doet. Wij werken voor verschillende organisaties, veel in de zorg, healthcare, zowel ziekenhuizen als reguliere gezondheidszorg, GGZ, GGD, andere zorgorganisaties. We werken veel voor de maakindustrie, dus manufacturing, en voor universiteiten en HBO's. Dat soort zaken. En onder andere ook voor alle UMC's van Nederland. Dus veel grote, hele grote organisaties, logge organisaties, maar ook hele, hele kleine, concrete organisaties. De eerste webinar gaat dus over het versneld kunnen uitrollen van Teams in een gecontroleerde manier. En deze eerste webinar hebben we gekozen omdat we daar vorige week heel veel vragen over hebben gekregen van heel veel verschillende organisaties. En op basis van die ervaring daarvan hebben we eigenlijk een pakket samengesteld van dingen die je als organisatie eigenlijk zou moeten doen om niet in het begin fouten te maken waar je later spijt van krijgt, maar dat je wel versneld het live krijgt zonder daar later hinder van te hebben. Dus het is echt puur bedoeld om het snel live te krijgen, omdat daar op dit moment echt bij heel veel organisaties heel veel zorg om leeft en heel veel vragen uitkomen. Maarten, waarom leeft dit op dit moment zoveel onder organisaties? Ja, we zien natuurlijk dat heel veel organisaties nu versneld willen zorgen voor een goede thuiswerksituatie. We zijn natuurlijk al zeer ervaren in het stapsgewijs implementeren van Microsoft Teams. En daar is vorige week eigenlijk een nieuwe vorm van dienstverlening bij gekomen. Waarbij we gingen kijken van hoe kan je nou in zo'n kort mogelijke tijd toch nog gecontroleerd met Microsoft Teams aan de slag. Natuurlijk zitten daar wat specifieke componenten aan afhankelijk van de startsituatie van de omgeving. Daar gaan we zo ook kort naar kijken. Maar de kern is hier natuurlijk van hoe kan je er nou voor zorgen dat je met Microsoft Teams aan de slag kan als organisatie. Dat je op sommige plekken bochten gaat afsnijden waar dat mogelijk is. En op sommige plekken dat bewust niet doet. En dat is dus ervoor zorgen dat het dus gecontroleerd wordt. En dat je niet de verkeerde dingen overslaat die eigenlijk wel cruciaal zijn om te doen. En dat je ervoor zorgt dat je heel goed documenteert waar je stapjes overslaat. Zodat die alsnog na livegang stapsgewijs kunnen worden opgepakt. Ja, heel goed. Dat is de kern. Je begon met een vraag, Freerk, maar de kern is natuurlijk, Microsoft Teams is eigenlijk, als je beschikking hebt als organisatie over de licenties om gebruik te maken van het Microsoft platform, dan is het natuurlijk de meest veilige en schaalbare manier om samenwerking mogelijk te maken. Ja. En mega belangrijk natuurlijk dat dan op een veilige en gecontroleerde manier gebeurt. Daar gaan we het over hebben. Ja, precies. Ja, want afgelopen week heb ik, vorige week heb ik veel organisaties gesproken en die zeiden, ja, het thuiswerken aan zich, dat lukt ons wel om mogelijk te maken. Hè? Bijvoorbeeld door Citrix zo open te zetten dat je vanuit huis uit gemakkelijk erbij kan. Maar waar heel veel organisaties tegenaan liepen was dat echt het samenwerken, dus echt het kunnen beeldbellen of het kunnen gemakkelijk kunnen chatten met elkaar, het echt met elkaar in contact staan, dat miste bij veel veel organisaties. En daarvoor zou Teams echt een handig middel zijn om in te kunnen zetten. Correct. Goed, nou de aanpak die wij doen, die maakt onderdeel uit van Fast Track, van Microsoft Fast Track. Wat zorgt dat we gewoon snel kunnen uitrollen en waar mogelijk gewoon de kosten natuurlijk ook zo laag mogelijk kunnen houden. Dat biedt diverse voordelen. We in onze aanpak sluiten we daar gewoon altijd mee aan. En dat zorgt voor extra structuur en dat we gewoon maximaal de voordelen van het Fast Track programma kunnen benutten. Ja, precies. Goed. Het beeld van beide valt weg. Geluid van Maarten hapert af en toe. Maarten kraakt inderdaad, dat is gek. Ik hoor dat zelf niet. Nee, ik heb wel het idee dat mogelijk onze webinar software. Ik zie nu weer iemand die het heeft over een issue. Maar ja. Maar ook mensen waarbij het gewoon helemaal goed gaat. Dus ik ga ervan uit dat dit prima verloopt verder. We houden de chat in de gaten. Even één korte vraag tussendoor. Wij zijn heel erg benieuwd waar jullie nu staan in het uitrollen van Teams. Hè. Dat is het onderwerp voor vandaag. We hebben een kleine poll bedacht. Ik zal hem even online zetten.
Kijken of dat lukt. In de chat rechts van jullie, als het goed is, zie je nu de vraag ontstaan: welke situatie is op jouw organisatie van toepassing? En dan zijn we erg benieuwd hoe jullie daarnaar hoe jullie dat invullen. De resultaten worden publiek gedeeld, dus als het goed is, zien jullie dat van elkaar ook. Dus ik zie heel veel teams voor kleine groep. Ik zie teams met beperkte functionaliteit. Heel fijn als iedereen hem aanklikt. We zien natuurlijk niet wie wat klikt, maar het is voornamelijk, ik ben heel benieuwd wat van de bezoekers nu de verdeling is. In deze al dan niet versnelde journey. We zitten nu op bijna 80% van de deelnemers die geantwoord hebben. En ik denk dus dat de grootste is dus teams met beperkte functionaliteit en teams voor een kleine groep. Dat is toch de grootste klap. Dus daar kun je zo meteen misschien in je verhaal aan refereren, Maarten. Het eerste wat ik denk is dat we voor de mensen die de bovencategorieën, die dus teams al volledig hebben uitgerold en teams met een beperkte functionaliteit, daar gaan we het bijvoorbeeld woensdag over hebben, over adoptie. Dus hoe zorgen we ervoor dat je ervoor kan zorgen dat mensen het ook echt gaan gebruiken. Er zijn verschillende vertrekpunten van waaruit organisaties zijn. Er staan hier vier genoteerd, maar er zijn natuurlijk veel meer. Maar Maarten, kan je hier kort iets over zeggen, wat wij tegenkomen bij organisaties? Ja, dus dit is de startsituatie vanuit waar je komt om aan de slag te gaan met Microsoft Teams. We zien dus op basis van de poll dat er in dit geval 4% is die zegt van, nou, we hebben nog geen Teams, maar wel Exchange Online. En er is 7% die zegt van, we hebben nog geen Teams en ook nog geen Exchange Online. En eigenlijk is het nog niet te hebben van Exchange Online, of in ieder geval op zijn minst een Exchange hybride configuratie. Wat eigenlijk betekent, technisch gezien, dat de wijze waarop de authenticatie plaatsvindt, modern authentication wordt dat ook wel genoemd, dat het mogelijk is dat de cloud service van Microsoft Teams, op basis van die moderne authenticatie voor de echte techneuten, OAuth, kan plaatsvinden richting de mailserver. Dat is een hele belangrijke vereiste om online meetings te plannen. Bijvoorbeeld. Dus op het moment dat de cloud service van Microsoft niet kan communiceren met de mailbox van de gebruiker, stel je hebt geen hybride configuratie en je hebt ook geen Exchange Online, dan verdwijnt er uit de Teams client het agenda icoontje. En dat is lastig, want achter dat agenda icoontje zit nou juist de mogelijkheid om een meeting te plannen. Dus dat is zodoende een heel belangrijk verschil in startpunt. Nou, twee andere situaties is wanneer een groot deel van de gebruikerspopulatie werkzaam is vanuit een VDI-omgeving, dan brengt dat ook additionele uitdagingen met zich mee. Want dan wil je videoconferencing en audioconferencing in een shared VDI-omgeving, daar zijn maar... Daar zijn over het algemeen de omgevingen niet op geschaald. En zeker als dat nog nodig is om het uit te breiden, zijn dat projecten die veel doorlooptijd kennen. Nu zijn er wel oplossingen om daarmee om te gaan. Door specifieke zaken te laten plaatsvinden op de Think Client. Maar weet dus dat een belangrijk verschil maakt in de vertrekpunten. Nou, dan als laatste hier het Bring Your Own Device. Wat wij zien is dat veel van onze klanten, dat medewerkers werkzaamheid zijn vanuit thuis. Soms vanuit laptops of devices die meegegeven zijn door de werkgever. Maar in heel veel gevallen ook met gebruik van eigen hardware. En ook dat heeft natuurlijk verschillende extra mogelijkheden en dingen die dan wel en niet kunnen. Dus ja, dat wat betreft deze belangrijke vertrekpunten. Ja. Ik zal doorklikken. Ik zal bij deze het doorklikken van de slides ook doen. Ja, graag. Nou, we zijn er aan begonnen. Wat zijn nu die gevaren van het ongecontroleerd live gaan, zoals dat dan hier staat? Dus het is, er zijn een aantal zaken waar veel aandacht aan moet worden bespendeerd en waar je gewoon in ieder geval met als projectteam goed bij stil moet staan.
Wildgroei is iets waar eigenlijk altijd iedereen bang voor is. Ook als in gewone teams projecten. Dus er is altijd een soort, als wij dit aanzetten, hoe houden we dat enigszins in controle? We hebben ook klanten die dat vorige week gewoon hebben aangezet en aan het eind van de week zo'n 1000 extra teams hadden. Daar zijn zelfs organisaties die daarvoor voor kiezen. Maar ons advies zou heel sterk zijn om dat niet te doen. Dus daar wil je iets mee doen. Dan hebben we het over naamconventies. We hebben het over een stukje klassificatie. Er zijn een aantal dingen, ook gewoon minimale dingen die behoorlijk snel zijn in te richten, die je in ieder geval op dat vlak zou willen doen. Nou, de gebruikers die gewoon een information overload krijgen, dat is ook een gevaar. Dus hoe ga je in je communicatie en in je adoptie zorgen dat je dat stapsgewijs en gecontroleerd gaat doen? Gevoelige data, dus op het moment dat mensen niet bewust zijn dat ze publieke teams aan het aanmaken zijn en daar ook externe op uitnodigen. En andere mensen zijn weer niet bewust dat die externe ook toegang hebben tot die teams. En daar informatie op plaatsen wat helemaal niet de bedoeling is om dat te delen. Dat is een belangrijk risico. Onherstelbare instellingen. Dus er zijn bepaalde startsituaties van je tenant settings, je teams configuratie eigenlijk. Waarbij het gewoon heel fijn is als je dat in het begin gewoon goed doet. En dan hebben we het voornamelijk over Office 365 Groups. Eigenlijk de container die onder een Microsoft Teams zit. Daar is een hoop in te configureren. Hoe zo'n groep wordt aangemaakt. Zijn ze mail-enabled? Met wat voor mailadres? Wat is er mogelijk qua het wel of niet aanmaken van publieke teams? In welke situaties? Eigenaarschap? Heel veel onderwerpen die je eigenlijk gewoon in goede banen wil leiden. Ja. Nou, en dan overbodige functionaliteiten en niet goed uitgerold. Er zijn natuurlijk ontzettend veel additionele applicaties die weer vanuit Teams geleverd kunnen worden naar klanten. Ook daar zou je met zo min mogelijk willen beginnen. En ook proberen nog een soort journey te gaan maken van welke additionele applicaties. Denk aan de verschillende tab applicaties die je kan in een team kan hangen in de verschillende tabbladen. Denk ook aan organizational apps die je ter beschikking stelt. Het wel of niet openzetten van de App Store. Heel veel zaken die je gewoon vanaf het begin goed wil doen. Ja, precies. Omdat je anders misschien data per ongeluk openzet naar externe. Of omdat gebruikers dan misschien dingen gaan gebruiken. Third-party apps die je niet wilt dat die in je organisatie komen. Of dat soort zaken. Correct. Nou, voor dit webinar hebben we ervoor gekozen. Maar ook voor onze aanpak om evenwel een scope te leggen qua uitleg. We gaan vanaf nu onze focus even leggen op het scopen van het uitrollen van Teams puur met als doel interne communicatie en nog niet het samenwerken. Daar gaan we zeker later deze week ook nog een webinar over doen. Ja. Maar wat wij gewoon heel sterk zien bij de organisaties waar wij nu helpen om Microsoft Teams versneld uit te brengen, is dat we het in 2 à 3 fasen gaan doen. En de eerste fase, de eerste scope, is gewoon heel erg gericht op het online kunnen vergaderen. Dus het kunnen aanmaken van een Microsoft Teams vergadering. En vanuit zo'n Teams vergadering het scherm kunnen delen. Te kunnen chatten, te kunnen voice en video bellen. En natuurlijk notificaties te ontvangen. En dat use case, die wordt dan vaak genoemd gewoon online vergaderen. Of 1-op-1 op 1 of meer chat en conversaties. Ja. Ja, dat dus, kan al vrij eenvoudig aangezet worden volgens mij, toch? Dat kan redelijk eenvoudig aangezet worden met wel de belangrijke footnote rond de Exchange hybride situatie. Ja. Of het hebben van Exchange online. Ja. Want als die twee er nog niet zijn, dan moeten wij een alternatief leveren om een online vergadering aan te kunnen maken. Want als die twee er niet zijn, zoals ik net zei, heb je dus niet dat agenda-icoon. Heb je dus niet de mogelijkheid als gebruiker om een meeting aan te maken. Vanuit de web-UI van Teams, vanuit de mobile-UI van Teams niet. En ook niet vanuit de desktop-UI van Teams. Dus daar mis je dat icoon. Ja. Vervolgens zijn er 2 manieren om dat wel te doen. Maar 1 betekent het uitrollen op de werkplek. Dus dat is sterk afhankelijk van, zijn het managed devices. En want daarmee kan je de Teams client uitrollen of je kan gebruikers vragen de Teams client uit te rollen. En dan komen daar wel mogelijkheden bij om vanuit Outlook dingen te starten. Maar er zijn ook weer situaties dat je alleen met web te maken hebt. En weet dat wij dit weekend een oplossing hebben ontwikkeld
om vanuit de webomgeving van Teams ook online meetings aan te maken. En dat is iets wat we vandaag uitrollen bij de eerste klanten. Dus dat die beperking voor de klanten die toch aan de slag willen, maar nog geen Exchange online hebben of geen Exchange hybride, en toch nog een mogelijkheid willen bieden om via het web online meetings aan te maken, daar kunnen wij wat in betekenen. Maar goed, dat is de scope waar we het voornamelijk nu over hebben. Natuurlijk samenwerken en het samenwerken rond documenten, rond een project en projectdocumenten, rond een afdeling of een proces. Daar gaan we het iets minder over hebben. En ook de derde fase, het aanzetten van extra applicaties, chatbots, third-party applicaties, ook dat zal in dit webinar nog even buiten scope vallen. En ook iets wat wij qua ambitieniveau adviseren om pas in een volgende stap te gaan doen. Ja. Wel goed om te zeggen dat... Is het verschil waar dat alles voor 3 weken geleden, waar dat maanden tussen zitten, zijn nu de meeste van onze klanten al ook aan het plannen om daar dus 1 of 2 weken nog maar tussen stap 1 en stap 2 te laten plaats zijn. Ja. Dus meer als delen van stap 1 zie ik nu een hoop klanten die vandaag zijn live gegaan en dan al volgende week maandag voornemens zijn om met samenwerken aan de slag te gaan. Maar iedere organisatie moet voor zichzelf natuurlijk bepalen welk tempo ze daarvoor kiezen. Morgen zal het meer gaan over het samenwerken en vrijdag zal het meer gaan over die apps, over de laatste stap. Oké. Okay. Nou goed, heb ik hier een plaatje hoe wij normaliter in 5 fasen Microsoft Teams uitrollen. En dat begint altijd met een stuk assessment. Hoe ziet de huidige infrastructuur eruit? Wat voor processen zijn aan de beheerkant nu al ingeregeld? Hoe zien zaken eruit rond de security? Wordt er multifactor authentication gebruikt? En wat zijn de belangrijkste persona's binnen de organisatie die je wil gaan ondersteunen? En met welke focus begin je om de type medewerkers, de functies en de vormen van samenwerking bijvoorbeeld te gaan faciliteren? Op basis van dat assessment gaan we dan plannen en dan maken we een governance plan en een design, een adoptieplan, een security plan en alle veranderingen die wij adviseren, die moeten gaan plaatsvinden op de tenant, de tenant settings en dergelijke en wat er veranderd moet worden. Nou, de volgende fase is dan een remediatie. Daarin worden al die settings na akkoord doorgevoerd. Daarin worden alle services aangezet en geconfigureerd en voorbereid om te kunnen gaan deployen naar de organisatie. Nou, dan in de deployment en adoptiefase gaan we stapsgewijs worden soms de eerste pilots gedaan met kleinere groepen. Wordt er ervaring op gedaan? Gaan we de trainingsmaterialen toetsen met die pilotgroepen? Wordt natuurlijk beheer onboard. Gaan we overdracht doen naar de beheerorganisatie van de klant. Bij heel veel klanten zetten we gezamenlijk de beheerorganisatie op in een combinatie van de echt pure partnership, waarbij mensen van ons en mensen van de klant in het team zitten in het begin voor een maximale kennisoverdracht. En uiteindelijk activeren wij bijvoorbeeld ook additionele tooling voor het provisionen van teams, adoptietooling en andere dingen die we kunnen toevoegen om het in goede banen te leiden. Ja. Nou, en dan kan het live. En dan komen we in een situatie waarbij je support, governance en continu je innovatie kan gaan verbeteren. En daar, dat is iets wat stapsgewijs de journey is voor de hele organisatie, voor de IT-organisatie, voor de medewerkers, om stapsgewijs de middelen van Teams te gaan benutten. Ja, dus dit is wat je doet als je alle tijd hebt. Sorry? Dat doe je inderdaad als je alle tijd hebt. Nou, dan hebben we nu ook een slide. Die gaat erover, hoe ziet nou dan deze emergency engagement eruit? Hoe gaan we dat doen als we dat versneld doen? En wat je daar dus eigenlijk ziet, is dat we de assessment en plan, die hebben we samengevoegd. En daar doen we het alleen het meest noodzakelijk, gaan we vastleggen en afstemmen. Het is bijzonder in te zien hoe ik vorige week met een aantal stuurgroepen in... hamerslagen hebben kunnen doen op besluiten. En hoe beter je als projectteam die in gewone Nederlandse taal kan aangeven van dit moet gebeuren. Dit als we dit niet doen. En dat is gewoon een set van checklists die we doorlopen. Van je moet dit doen om dit te kunnen doen. Dus heel snel oorzaak-gevolg. En als je dit niet doet, is dit het gevolg. En zo proberen we dan heel kort die besluiten
op een rij te zetten. Waardoor op stuurgroepniveau, op het niveau van IT-beheer, maar ook gewoon management, ervoor te zorgen dat in korte tijd de juiste besluiten worden genomen. Ja. Nou, vervolgens wordt er natuurlijk in rap tempo samen met de klant de nodige wijzigingen aangebracht op de tenant. Ook daar alleen het meest noodzakelijke wordt gedaan, maar er zijn gewoon een aantal dingen die moeten en die moeten dan vervolgens goed gebeuren. Dan de deployment en adoptie. Dat is heel specifiek, gaat dat over de manier waarop we de uitrol gaan doen. Ook daar is het natuurlijk belangrijk om een heel duidelijk script voor adoptie te gaan volgen. Dat betekent dat we zoveel mogelijk gaan trachten decentraal mensen in hele korte tijd op te leiden. We komen met instructiekaarten. We hebben een hele set van content die we snel kunnen aanleveren, die beschikbaar moet gaan komen bij de klant. Ontzettend belangrijk om vroeg te starten met communicatie en de organisatie. Wat is vroeg nog? Maar we hebben het over dagen in deze tijd. Ja. Maar elke dag kan helpen om medewerkers stapsgewijs te gaan voorbereiden met wat over een paar dagen of de volgende week komen gaat. Dus heel belangrijk om samen met communicatie te zorgen voor duidelijke berichtgeving rond de stappen die genomen gaan worden. Vervolgens zetten wij ons adoptieportaal neer. Dus dat is een platform. Meestal is er op een intranet al een supportpagina. Daar voegen we dan een extra knop aan toe van vind hier alles over Microsoft Teams. En als men daarop klikt, komt men bij een oplossing op basis van SharePoint Online, waar we instructiekaarten kunnen aanbieden, waar we video's kunnen neerzetten, waar men vragen kan gaan stellen in een community. En waar men ook optioneel gewoon hele e-learning journeys kan doorlopen. Dus we hebben e-learning modules en die kunnen individueel op het tempo en het persona van een medewerker eventueel doorlopen worden. Daar hebben we twee ambitieniveaus in, een basis en geavanceerd. Met basis is het gewoon een makkelijk bruikbare plek om informatie te consumeren. In de geavanceerde versie houden we ook rekening met de persona van de gebruiker en zijn leerbehoeften. Ja. Nou, en dan de laatste stap is een nieuwe vorm van support die we leveren. Daarin maken we vaak Microsoft Teams aan en hebben verschillende supportgroepen waar mensen direct vragen kan stellen. Ook dat doen we samen met de klant. Dus we bouwen teams waarin we gericht op verschillende organisatieonderdelen de support aanbieden aan de medewerkers. En we doen dat vanuit een team. Dus we hebben dan een supportteam, bijvoorbeeld per business unit, waarin de medewerkers van die unit toegang krijgen. Waar ze direct dus in de context van teams vragen kunnen stellen. En we meteen vanaf dat punt ook één op één chats kunnen starten met medewerkers, videocalls kunnen starten, beeldschermen kunnen delen. Oftewel, we gebruiken Microsoft Teams dan om heel agile ook de support te kunnen aanbieden. Dat is in de kern de aanpak. Er zijn een aantal randvoorwaarden voor om dit te kunnen doen. Dat betekent natuurlijk dat licenties beschikbaar moeten zijn. En op het moment dat je de go-live doet, dat die licenties ter beschikking worden gesteld. Het timen van dat ter beschikking stellen is soms ook nog wel belangrijk. Omdat in één keer natuurlijk in de Office.com pagina of op verschillende plekken waar mensen misschien met Office 365 te maken krijgen, opeens een hoop nieuwe icoontjes te zien krijgen. Dus afstemming met communicatiemomenten is daarbij belangrijk. Azure Active Directory Connect is een belangrijke voor het synchroniseren van gebruikersaccounts, mocht dat nog niet het geval zijn. Dus eigenlijk het activeren van Azure AD en daar dingen voor doen. De tenant check, het is heel erg belangrijk weten van wat is de vertreksituatie. De exchange situatie heel goed begrijpen. Heel goed begrijpen hoe security is ingericht. Wel of niet al gebruikmakend van MFA, van multi-factor authentication. Ja. Wordt er misschien ook nog gebruik gemaakt van ADFS bijvoorbeeld. Belangrijke dingen voor ons om te weten. Hoe zien de user accounts eruit? Allemaal belangrijke onderdelen. Als er iets al met Teams is gebeurd, wat is er ingericht? En de inrichting van governance. En dat is een governance, hebben we het over data governance. Wat kunnen we doen om grip te houden op de data? Wat kunnen we doen om de interne processen, om zo'n minimale processen te hebben? We hebben het dan over monitoring, zien wat er gebeurt. Op basis van monitoring contacten kunnen gaan leggen met medewerkers. En wat wij eigenlijk altijd zeggen, de beste manier om dit visueel te maken of als analogie, dit zijn eigenlijk de vangrails die je aanbrengt, technisch,
rond dingen die mensen wel en niet kunnen wanneer je hiermee start. Kunnen we een hele aparte webinars over doen? Ga ik nu niet doen. Een heel kort vraag, ik hoop dat je hem heel kort kan beantwoorden met een ja of een nee, met een komma. Is een vraag van Mark Heijn. Is er tooling om het delen van persoonsgegevens te signaleren? Office 365 biedt daar mogelijkheden voor. Dus binnen Office 365, als er bijvoorbeeld bestanden worden geüpload waar bijvoorbeeld een BSN-nummer in zit of een creditcardnummer, dan kan je policies maken dat dat automatisch wordt gedetecteerd. Dan heb je het over Azure Information Protection. Ja, inderdaad. Dat is niet iets wat je normaliter... dat hoort onder het samenwerken. En ja, het antwoord op de vraag is ja, daar zijn mogelijkheden dus voor. Ja, maar wel met ja, dus, ja precies. Oké, dankjewel. Laten we snel verder gaan. Mark Heijn, als je daar meer vragen over hebt, laten we even weten. Dan kunnen we je erover later over contacten. Yes. Goed. Nou, waar zit nou de essentie van deze aanpak? Ik denk dat een van de laatste slides is. En dan is er ook meer dan voldoende ruimte ook nog voor vragen. Voor mensen die specifieke vragen hebben. Het geheim van deze aanpak zit eigenlijk in drie componenten. Dus hoe kunnen wij er nu succesvol voor zorgen dat we deze versnelde uitrol van Microsoft Teams mogelijk maken? Dat komt in eerste instantie door het hebben van een hele strikte regierol. Dat betekent dat je gewoon heel duidelijk keuzes gaat voorleggen aan het MT, aan de beheerorganisatie, aan de communicatieafdeling. Van hoe gaan we dit doen, linksaf of rechtsaf? En in sommige gevallen hebben we ook misschien nog een A, B of C suggestie. Maar je moet in rap tempo een aantal belangrijke besluiten maken. En ik denk dat we daar een hele belangrijke toegevoegde waarde in kunnen leveren. Tweede is zaken als geautomatiseerde provisioning. Denk dus aan het op een veilige manier uitrollen van Microsoft Teams. Het betekent als mensen provisioning horen, dan is de eerste reactie heel vaak van oh, nee, we willen niet dat dingen nog eerst goedgekeurd moeten worden voordat medewerkers dingen kunnen doen, want dat remt en dat willen we niet. Nou, helemaal mee eens. Er zijn in heel veel gevallen de mogelijkheid dat je medewerkers gewoon direct een team kan laten aanmaken. We hebben het dan trouwens wel weer even nu over fase 2. Maar eventueel je kan in fase 1 het eventueel voor een kleine groep ook aanzetten. Ja. Maar je moet het zien als dat wij een simpele formulier aanbieden en ter beschikking stellen vanuit Microsoft Teams. Dus er komt een bepaald team waar je ook je support levert. En daar komt een tabblad in en daar staat aanvragen Microsoft Team. Datzelfde formulier kan eventueel ook embed worden in een intranet. Binnen SharePoint Online bijvoorbeeld. En daar worden een aantal vragen gesteld in gewoon duidelijke Nederlandse taal. Dus wat is de naam van het team? Waar heb je het voor nodig? Is het ter ondersteuning van een proces? Of voor een terugkeer in de meeting? Of voor een kennisgebied? Of is het voor een project? En bij welk organisatieonderdeel hoort het? En geef me minimaal 2 eigenaren. En je kan het niet starten als er niet 2 namen daar staan. Dus een aantal simpele uitvragen rond informatie. En dan drukt men gewoon op aanvragen. En als het bijvoorbeeld een projectteam betreft, wordt gewoon automatisch dat team aangemaakt op basis van de technische instellingen die op met gewoon Nederlandse vragen zijn gesteld. En krijgt men gewoon binnen een minuut een chatbericht in Teams van uw site is aangemaakt, klik hier om naartoe te gaan. Of ze krijgen een e-mail met van hier is die, dit is de link. Dus dat gaat instant. Als het nou bijvoorbeeld gaat om het aanmaken van een team voor een afdeling of voor een bedrijfsproces, dan is dat bijvoorbeeld een reden om dat wel langs een decentraal beheerder te laten gaan, die op dat moment die ping krijgt en die controle. En die kan gewoon even checken van, hey, hebben we dat team niet al aangemaakt? Of klopt die naam van die afdeling wel? Er is ook mogelijkheden rond naamconventies om dat meteen even in goede banen te leiden. Ja. En als je dat ziet, kan die gewoon in zijn e-mail op approve drukken en wordt die alsnog gemaakt. En als er nog een mutatie nodig is, kan die dat snel doen en alsnog dat ding maken. Ja. Heel belangrijk voor die fase 2. En soms ook voor een soort anderhalf fase, waarbij een deel van de organisatie al een structuur laat opzetten. Ja, wat je net aangaf, die afdelingen die kunnen ook al aangemaakt worden aan de hand van AD. Hè? Dus je hoeft in principe niet eens aangemaakt te worden via een formulier. Maar je kan je voorstellen dat een afdeling communicatie, die krijgt gewoon een Teams. En iedereen die bij communicatie werkt, zit automatisch in dat team. En voor de interne projectuitvoering is het natuurlijk handig om alvast een paar teams aan te maken. Precies. Dus dat kan natuurlijk, maar dat is eigenlijk een soort van achter het gordijn en nog niet voor alle medewerkers dan beschikbaar.
En die provisioning tool is er dus vooral bedoeld om de drempel laag te houden, dat teams makkelijk aangemaakt kunnen worden, maar wel de IT-organisatie de controle en de grip erop te geven, dat ze weten hoeveel teams er worden aangemaakt en dat dus ook kunnen kanaliseren en ook weer gemakkelijk kunnen opruimen of categoriseren. Er is een korte vraag. Provisioning, dat gaat via formulieren, via flow, via forms? De manier waarop wij het nu aanbieden is via een Power App die draait binnen de context van Office 365. Dus dat is een Power App waar niet direct additionele licenties voor nodig zijn als je gebruik maakt van gewoon een E1 licentie hebt of een A1 licentie in educatie. Die Power App die embedden wij in een Microsoft Teams tab. En het voordeel van deze Power App is dat we eigenlijk een soort wizard hebben. Dus een stap 1 met vragen, een stap 2 met vragen, een stap 3 met vragen. En dat die Power App heel snel is aan te passen aan specifieke wensen van onze klanten. En heel snel, dan heb ik het echt over uren. Om net eventjes de andere afdelingsnamen natuurlijk in te laderen. Of andere business unit namen. Of een logo en een stukje styling aan te passen. Of een additionele vraag misschien toe te voegen als daar behoefte toe is. Dus het vertrekpunt zou zijn een Power App om dat mee te doen. Ja. We moeten qua tijd denk ik dat we een beetje vooruit door moeten. Er is nog wel een vraag van Marcel Ewijk die ik hier zie. Die zegt, ik ben vooral benieuwd, geïnteresseerd hoe we makkelijk externe partijen aan kunnen haken. Ik neem aan dat hij dan bedoelt hoe je makkelijk met externe mensen kan communiceren via Teams. Klopt dat, Marcel? Kan je ondertussen al wat erover vertellen, Maarten? Ja. Nou, het is natuurlijk een belangrijke keuze of je in fase 1 het samenwerken met externe aanzet. Wij zien de meeste klanten op dit moment die dat wel aanzetten. Je kan het ook nog op verschillende niveaus aanzetten. Dus het wel of niet toestaan van chats tussen medewerkers en externe. Dat is één component. En de tweede is natuurlijk voor de fase 2 rond het samenwerken. Of je het ook toelaat dat teams opengezet kunnen worden tot externe. Beide zijn twee duidelijke besluiten die je moet maken op het niveau waar dat gemaakt moet worden. En ja, dat kan beide direct dus aangezet worden. Als beide antwoorden of een van de twee ja is, dan is dat een vinkje en dan is dat mogelijk. En dan kan je met externe mensen kan je communiceren. Correct, ja. Ja. En op zijn minst in ieder geval beeldbellen. Chat kan alleen als andere mensen ook Teams hebben, hè? Chatten kan, dat is een goede vraag. Kijk, je kan iedereen uitnodigen in een team. En dat betekent dat je ook gewoon via de webclient, ook al heeft de persoon aan de andere kant geen licentie, kan je gewoon nog steeds chatten. Maar dan moet je dat dus dan wel via de webclient van Teams doen. Op zijn minst. Ja. Ja, dat kan. Okay. Laten we verder gaan. Nou, de derde component van deze aanpak, dat is misschien wel een van de allerbelangrijkste. En dat is het zorg dragen dat mensen die opeens van de ene op de andere dag gevraagd wordt om op een nieuwe manier te gaan werken, dat je op alle mogelijke manieren met hulpmiddelen terechtkomt om dat zo'n prettig mogelijke ervaring te laten zijn. Dus ja. Van de ene op de andere dag ga je een groot deel van je organisatie of de gehele organisatie vragen om op een nieuwe manier te communiceren, op een nieuwe manier te samen te werken. En dat betekent dat je dat we ook nog een keer niet in staat zijn om mensen in een trainingslokaal of in een fysieke ruimte bij elkaar te brengen om continu trainingen te doen. Dus dat betekent dat de noodzaak om hoogkwalitatieve content in de vorm van instructiekaarten en video's en e-learning en supportbots aan te bieden, zodat iedereen op zijn eigen manier dat leren kan doen. En een playground is bijvoorbeeld ook een hele belangrijke. Dus sommige mensen, die kennen misschien de verschillen tussen de doeners en de denkers. De denkers en de doeners en beslissers en de denkers en de dromers. Dat is, je hebt altijd een soort specifieke leerstijl die bij jou het meest wenselijk is. En de ene persoon wil heel graag heel rustig instructiekaarten doornemen. De andere heeft daar geen geduld voor. Die wil gewoon een heel makkelijk videootje zien.
En als je wat meer doener-beslisser bent, dan wil je gewoon die testomgeving hebben. Dan wil ik gewoon dat er voor mij een testteam wordt geprovisioned, waar ik gewoon lekker kan rondklikken en dingen kan doen. En als ik dan niet snap, dan ga ik wel even een videootje kijken of een instructiekaart pakken. En het neerzetten van dat is extreem belangrijk om die succesvolle in gebruikname in de komende dagen na het livegang of net voor livegang in goede banen te leiden. Dus dat, ja, extreem belangrijk. Om dat goed te doen. En dat maakt het maakt een heel groot verschil of je dat wel of niet goed inricht. Ja, ik zit ondertussen trouwens de antwoorden te geven op de chats. Dus ga ondertussen lekker door. Ik denk dat we qua tijd wel wat haast moeten maken. Dus drie componenten. De regierol, het versneld keuzes maken en regie houden op de beslissingen en het op goed gestructureerd uitvoeren. Ook je organisatie eigenlijk in drie lagen meteen verdelen. Een beslisteam, een tweede lijn en een derde lijn waar je experts in zitten. En wij kunnen heel goed dan op de tweede en derde lijn support bieden. Provisioning tool voor het uitrollen en het adoptiepakket om te zorgen dat de juiste kennis op de juiste plek beschikbaar komt. Dat zijn de drie kerncomponenten waar we het hier over hebben. Ja. Die schaalbare online ondersteuning, daar hebben we dus die gaat nog wat verder. Daar moet je dus denken aan het opzetten van die teams waar ik het eerder over had. Waar mensen gewoon via chat vragen kunnen stellen. En waar je een schaalbare groep mensen achter dat team kan laten werken. Interne medewerkers, externe medewerkers. Die vragen beantwoorden. Die daar veel voorkomende vragen kunnen neerzetten. Die FAQ's kunnen bouwen specifiek voor de klantomgeving. Voor jullie eigen omgeving. En mega belangrijk. Instructievideo's, snel aan de slagkaarten. Natuurlijk kun je de trainingen, dus je gaat heel snel webinars organiseren. Wat we nu bij een aantal klanten doen, is dat we soms wel 1, 2, 3 vaste momenten in de dag hebben dat mensen webinars kunnen deelnemen. Eigenlijk net zoals we nu doen, maar dan gewoon via Microsoft Teams natuurlijk. En dat medewerkers daarin kunnen komen, het standaard verhaal krijgen en daarna de mogelijkheid hebben om vragen te stellen. Mega belangrijk. Adoptieportaal, een chatbot die in Teams kan hangen, die in het adoptieportaal kan hangen, waar mensen veel gestelde vragen kunnen stellen en de bot meteen antwoord gaat geven of ze de goede kant op wijzen. De ondersteuning van de service desk, ontzettend veel belangrijke dingen die dus behoorlijk schaalbaar zijn in te richten, mits je dat op de juiste manier organiseert. Goed, nou, hoe doe je dit? Afhankelijk van de situatie tussen de 3 en 15 mandagen. En ook het ambitieniveau en waar je waar je vandaan komt. Maximaal gratis gebruik van Fast Track. Dus er zitten heel veel componenten in Fast Track er zitten een aantal belangrijke componenten in Fast Track die wij standaard gewoon meenemen in deze aanpak. En die zijn gewoon kosteloos beschikbaar. En daarbovenop hebben wij een hele set van additionele middelen. Nou, de provisioning tool die we aanbieden, die is de eerste 3 maanden kosteloos. En daarmee kan je dus zien wat voor mogelijkheden je daar hebt om het aanmaken van teams in goede banen te leiden. Dus dat is een specifiek iets wat we nu direct ter beschikking stellen aan iedereen die daar behoefte aan heeft. Goed, hoe kunnen wij helpen? De hulplijn, consults, extra mankracht en expertise. Dat zijn de belangrijke zaken die wij op korte termijn kunnen brengen. En Freerk, wat vind jij? Gaan wij al vragen openstellen? Ja, ondertussen worden er al ontzettend veel vragen gesteld. Dus ik heb geprobeerd als een malle zoveel mogelijk te beantwoorden. Er staat er eentje, die vind ik wel interessant als jij die misschien nog even wil oppakken. Okay. Als je nog één slide terug kan trouwens, want daar wil ik ook nog iets over zeggen. Dus zeg ik dat eerst eventjes. Kan je nog één slide terug? Ja. Ja, kijk, deze. We hebben sinds vorige week maandag hebben wij een thuiswerkhulplijn ingeschakeld voor organisaties die nu acuut problemen hebben met het mogelijk maken van thuiswerken en die daar vragen over hebben. Dus heb je een vraag daarover, dan kan je mailen naar thuiswerk@rapidcircle.com of bellen naar het onderstaande nummer. En dan neemt een van onze supportmedewerkers neemt dat in contact. En gaan we kijken op welke manier we je daar vrijblijvend zo goed mogelijk mee kunnen helpen. En dat wilde ik even gezegd hebben. Dus mochten vragen nu aan bod komen of die niet beantwoord worden, dan zou je daar dus contact mee op kunnen nemen.
De vraag die Edwin Reinhout vraagt is: wat is erop tegen om op basis van de organisatiestructuur teams te maken van bestaande afdelingen met daarin de betreffende medewerkers? Het idee is dat die afdeling dan direct met hun teamafdeling aan de slag kunnen, snelle implementatie. Dit dus in plaats van teams zelf laten aanvragen. Ja, nou, daar is op zich niet zo heel veel op tegen. Wat wij normaliter in de eerste stap van een teams traject doen, is eigenlijk in de vorm van een soort mindmap de kernprocessen van de organisatie modelleren of gewoon benoemen. En ja, de belangrijkste primaire processen en secundaire processen van een organisatie, dat zijn heel vaak natuurlijk afdelingen. Dat is goed. Er is echt één grote maar. En informatie reist per definitie over de grenzen van afdelingen. Oftewel, wanneer je naar het proces gaat kijken, zal je in veel gevallen zien dat informatie heel vaak reist tussen afdeling X en afdeling Y. En dan is het in dat geval dus eigenlijk veel beter om een team te maken die procesnaam heeft en medewerkers van beide afdelingen in zich kent. Oftewel, dat is niet iets wat je dus even heel snel op de achterkant van een bierviltje uittekent. Dat is wel echt iets wat je eigenlijk normaliter in een workshop doet. En dat is ook iets wat wij op afstand kunnen aanbieden, is een workshop waarbij wij middels een vragenlijst stapsgewijs op zoek gaan naar die organisatieprocessen. En dat eigenlijk in een sessie van anderhalf uur met een aantal mensen die gewoon op organisatorisch niveau en managers van afdelingen dat voor hun organisatieonderdeel die processen kunnen benoemen. En dan de helft daarvan kunnen afdelingen zijn. De andere helft zijn soms over meerdere afdelingen heen. Dus dat zou mijn antwoord zijn. Maar dat van tevoren aanmaken, ja, dat kan ook. Maar houd rekening met dit overstijgende. Misschien één hele belangrijke tip die ik op dit vlak kan meegeven, is de volgende. Het is ontzettend belangrijk om aan de organisatiekant van de inrichting van teams het aantal teams te beperken. Oftewel, hoe minder unieke plekken je hebt waar ik als medewerker in een bepaalde functie mijn werkzaamheden moet verrichten, des te groter de kans dat het succesvol wordt gebruikt. Dus het zal in elke keuze die je maakt, is het altijd beter om bij wijze van spreken 10 teams te hebben waar je, ik noem maar al, 20 bedrijfsprocessen in runt, dan dat je 40 teams maakt waarin je die 20 processen in doet. En beide zie ik in de praktijk. En dan zijn de verschillen niet 20, maar soms gaat het wel soms om 200. Je verwart de gemiddelde medewerker met te veel plekken waar ze in moeten samenwerken. En idealiter heb je dus een matrix van functies in de organisaties en plekken waar die functie een rol heeft om samen te werken. En het gezamenlijk die matrix maken is eigenlijk wel iets waar je absoluut dat dagdeel ook bij een versnelde implementatie aan zou moeten spenderen. Ja, dus eigenlijk wat Maarten zegt is, waar wij op dit moment voor veel organisaties voor kiezen, is om in fase 1 teams beperkt met beperkte functionaliteit uit te rollen. Dus dat is eigenlijk vooral het chatgedeelte van teams. Dus als je naar teams kijkt, linksbovenin dat chatgedeelte. En de teams omgevingen nog niet uit te rollen. Dat kan natuurlijk wel. Soms doen we al wel een aantal teams, zoals een hulplijn teams, waar mensen vragen kunnen stellen, of support desk of andere teams. Maar als je meteen teams uitrolt naar de organisatie en chat en alles aanzet, maar ook al heel veel teams sites aanmaakt, dan, en alle chaos die er nu al in bij heel veel organisaties, zeker bij zorg- en ziekenhuisorganisaties, aan de gang zijn, dan moet je heel veel uitleggen. En dan is de kans dat mensen overladen worden door informatie eigenlijk heel erg groot. Dus we proberen dat een klein beetje stapsgewijs te doen. En beginnen bij waar de grootste behoefte is. En dat is met elkaar kunnen chatten, met elkaar kunnen beeldbellen en met elkaar scherm kunnen delen, zodat je met elkaar samen kan werken. Wat je veel ziet, is dat dan direct de week daarna, of 2-3 weken daarna, dan worden de teams aangemaakt. En dan begin je inderdaad, zoals Edwin al zegt, je begint dan met de organisatiestructuur. Dat is een vrij logische. En daarna, zoals Maarten al zegt, ga je nadenken over wat voor een dwarssnede heb je daar nog meer in. Dus wat voor een andere structuur heb je in je organisatie. Heb ik je goed samengevat, Maarten? Ja. En wees dus voorzichtig met het te snel meteen aanmaken van de organisatiehark
in Teams. Ja. Want als het er eenmaal is, ga je, ja. En je gaat het daarna aanpassen. Dat is ook heel vervelend voor de medewerkers die daar dan weer een nieuwe verandering hebben. Ja. Dus stap voor stap Teams aanmaken heeft echt voordelen. En in ieder geval een dag stilstaan bij dit verhaal, of een halve dag desnoods, kan echt een verschil maken in hoe blij medewerkers gaan worden met hun nieuwe online samenwerkingsplekken. Ja, en maak ook niet zelf... ik weet eigenlijk niet wat ik wil zeggen. Zijn er bepaalde zaken waar jullie, buiten wat we net hebben gezegd, waar jullie nu tegenaan lopen? En we zijn door de tijd heen, volgens mij. Maar eventueel kunnen we dat nog offline daarna oppakken. Laat ik het anders zo zeggen. Zet in de chat als je specifieke vragen hebt. Maarten en ik blijven nog even online. Dan kunnen we daar of in de chat als het snel is op antwoorden. Of we kunnen daarover bellen als het uitgebreider is. Of bel onze hulplijn. En weet dat er morgen dus weer een nieuwe webinar gepland staat. En die heet Hulp nodig bij uitrol van Microsoft Teams. Vraag maar raak. En dan gaan we wat meer in op de vragen die jullie stellen. En ook wat meer op het werk in Teams. Dus met documenten en dat soort zaken. Dus hier, deze presentatie ging vooral over de scope klein houden en veilig en klein uitrollen. En die gaat al meer naar de volgende fase. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar de webinar. Ik ben ook heel benieuwd wat jullie ervan vonden. Dus zet even in de comments, zoals dat bij YouTube zetten, wat je ervan vond. Maar geef ook tips. Dus als je zegt, nou, voor morgen zou het fijner zijn als jullie andersom zouden zitten. Of iets anders, of een petje op. Geef aan wat wij nog beter kunnen doen om de webinar beter aan te laten sluiten bij jullie behoeften. Maarten, heb jij nog een mooie laatste woorden voor de aanwezigen? Nou, ik moest net wel eventjes lachen om een van de opmerkingen. Er waren vragen van of er ook sprake was van hamsteren als het gaat om onze beschikbaarheid om hiermee te helpen. Ik kan ontzettend veel slechte grappen op dit moment bedenken over hamsteren, maar dat ga ik niet doen. Ik wil er vooral op wijzen dat wij heel graag meedenken en ook heel agile met jullie mee willen denken. Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben. We zullen de komende week dus ontzettend veel gaan doen om nog meer kennis te delen, om iedereen op gang te brengen. En schroom niet om vragen te stellen. Ja, ik heb nog twee vragen, Maarten, als ik die mag stellen aan je. Van C.J. Barlagen, denk ik. Zijn alle velden in de AAD direct beschikbaar in Power App? Bijvoorbeeld om in een formulier een aantal gebruikersgegevens te laden? Of moet er een speciale verbinding worden gemaakt om dit te laden? De Power App kan, wanneer gewenst, direct uitlezen wie de gebruiker is die het formulier inlogt of invult. En eventueel zelfs met een flow. Ja, dus het antwoord is ja, die informatie is ophaalbaar als dat gewenst zou zijn. Want die informatie kan dus verrijkt worden, zeg maar. Het profiel van die gebruiker kan verrijkt worden met informatie uit de AD. Dat is denk ik de achterliggende. Ja, je kan dus al direct weten op het moment dat het ingevuld wordt of die medewerker werkzaam is voor een bepaalde afdeling. Of is gewoon sterk afhankelijk natuurlijk van de properties de attributen, zoals het dan heet, binnen Azure Active Directory. En op basis van die attributen zou je dus ook al geautomatiseerd keuzes kunnen gaan maken. Ja, precies. Gewoon op zich een wat geavanceerder iets, maar het kan zeker. Ja, en dan nog een andere vraag van Paul Bouten. We hebben nog geen Exchange Online, wel Exchange On-Prem en ook een bestaande tenant met AAD Connect. Is opzetten van een hybride Exchange-omgeving voldoende om de agenda integratie te krijgen? Ja, maar er zijn dus, het is wel een aantal technische stappen die vakkundig doorlopen moeten worden. Maar op het moment dat je er zijn duidelijke documentatie natuurlijk ook van Microsoft hoe je een hybride configuratie moet doen en wat daar de requirements voor zijn. Dat kan. Ja, en op het moment dat die hybride configuratie succesvol is, die authenticatie tussen de mailserver en de Microsoft Teams servers goed kan werken, dan heb je dat vertrekpunt. Mooi, perfect. Ja, voor de rest zie ik alleen nog even een opmerking over duidelijke uitleg, maar het geluid en beeld van Maarten viel er soms weg. Nou, daar konden we niet heel veel aan doen. En iemand die zei dat qua opmerking toon, maar ik weet nog niet zo goed wat er met de toon was. Dus als die persoon nog daarop wil reageren, dan hoor ik dat graag. Marcel zegt,
Dat van hamsteren was geen grap. We hebben jullie waarschijnlijk echt nodig en bouwen daarop ook onze aanpak. Dus jullie beschikbaarheid is van belang. Kan jij iets zeggen, Maarten, over onze beschikbaarheid de komende weken? Want we werken nu ontzettend hard. Ja, nou, weet dat wij qua organisatie ons nu zo hebben ingericht dat we behoorlijke hoeveelheid aan kunnen. Dus vooralsnog ja, we hebben absoluut beschikbaarheid op dit moment om hier nog mee te werken. Ik heb zelf geen overzicht hoe het gaat. Dus er komen ontzettend veel. Ik zie hoe snel de aanvragen binnenkomen. Dus maar met onze mensen, zodra je contact opneemt, kunnen direct antwoorden geven over het wanneer. Maar op dit moment is er absoluut capaciteit om jullie te helpen. Mooi. Dan wil ik nogmaals iedereen ontzettend bedanken voor deelname aan deze webinar. En voor alle vragen en interactie. Ik vond het een erg fijne webinar. Jij ook, Maarten, bedankt voor alle informatie. En ik hoop velen van jullie morgen weer te zien. En later in deze week. En nogmaals, mocht je echt vragen hebben, laat het ons weten via de e-mail, dan komen we daarop terug. En, of op andere manieren, zoals je ons kunt benaderen. Dan eindig ik deze webinar en dan zie ik jullie graag snel weer. Dag! Goeiedag nog!